We zijn weer terug met een nieuwe Elden Ring video. Shadow of the Earth Tree. Vorige keer hebben we Mesmer verslagen. En nu ben ik eigenlijk een klein beetje lost. Dit was alles wat ik wist dat er nog te doen viel. We kunnen de Final Boss doen, maar er is nog zoveel te beleven in de Shadow Realm dat ik dat niet echt wil doen. Nee. Wat kunnen we nog doen in de Shadow Realm? Ik weet hier, denk ik hier, dat je misschien een emote kunt doen. Ofwel is dat een andere kamer. We moeten ergens deze emote doen. En dan hebben we een hele nieuwe area dat open gaat. Maar ik denk niet dat het hier is. Nee. Maar in dit gebouw moet er ergens een standbeeld zijn waar we die ring moeten doen. Ik ben trouwens ook met een volledige andere controller aan het spelen. Want mijn PlayStation controller is een beetje buggy aan het doen. Dus ik dacht, ik koop een Xbox controller. Nu ben ik met een Xbox controller aan het spelen. Ah, kut. Dus het kan goed zijn dat ik keihard ga sukken nu. Want de button layout is een klein beetje anders. Jesus fucking Christ. Laat me met rust. Ik wil gewoon de DLC spelen. Ik wil gewoon nieuwe secrets vinden. Die ik zelf niet ga vinden, maar eens van een YouTube video kan gaan stelen. Leave me alone. Waar is een standbeeldje hier binnen? Waar ik de Ring of Mikkela emote moet doen. Why the fuck vind ik er zelfs niks van? Ik zweer, ik heb een video gezien van iemand dat de Ring of Mikkela gesture doet. En dat er dan een hele poort open gaat bij een standbeeld. En ik vind het gewoon niet. Ik vind het gewoon nergens iets. Precies of het niet eens bestaat. No shot. Waar is de map? Kom, map. Nee, map. Ik zweer het, het is hier ergens. Dan kun je hier naar binnen. Ik zweer het u, geloof me maar. Ik ben hier al 10 minuten aan het zoeken. Ik vind het niet. Het is hier ergens. Sowieso. Wacht, waar is dit? Hoe raken we daar? Misschien is het hier ergens. We gaan het vinden hoor, jongens. We gaan het vinden. En als we dit niet vinden, wat we sowieso wel gaan doen, dan gaan we die Black Jail Knight een keer zoeken. Want die bossfight, dat is de enige fight waar ik mensen zie in het begin van de DLC mee zie struggelen, terwijl ik niet eens weet waar hem is. Geen flauw idee waar hem is, de Black Jail Knight. It does make one think. Perhaps our concerns are but two sides of the same coin. Ja, dat denk ik ook. Ik weet ook totaal niet waar het over gaat eigenlijk. Weet je wat wij gaan doen, jongens? We zijn nog een paar bosses die we moeten tegenkomen. Een paar remembrance bosses zelfs. Ik denk dat er eentje hier is. Of hier, misschien. Waar is die schorpioen centipede man? En dan Black Jail Knight. Die twee wil ik vandaag wel doen. We zijn hem echt volledig voorbij gelopen, jongens. Hij is hier. Hier is de Black Jail Knight. De guy met de machine gun. Die we gewoon nog niet hebben gevonden. Ik ben er gewoon totaal voorbij gelopen. Maar deze guy moet volgens mij de tutorial boss zijn van de DLC. Want echt, de meeste mensen die ik hem heb zien fighten, waren allemaal mensen die pas de DLC waren begonnen. Ja, en hier ben ik niet geweest. Hier ben ik inderdaad nog niet geweest. The Western Nameless Mausoleum. Hoezo zijn we hier nog niet geweest? In het midden van de DLC, als je begint. Nee, niet gevonden. Kom, laat die machine gun eens zien. Bop. Ik ken uw moves al. Kom dan. Nope. Haha, bop. Hier, fire. Dat was slecht time. Hier, fire! Oh, hij doet damage. Dat is mis. Bop. Maar je kan ook springen. Wow! Ja, doe maar. Bop. En chik. Chak. Nope. Oh. Bop. En fire move. Kan hij eigenlijk healen? Het is wel zo'n dude. Ja, ik kan healen. Ik kan ook healen. Kijk. Kut. Oh shit. Nee, rustig man. Rustig Black Jail Knight. Rustig.
was maar een grapje. Hier, ik ga in. Nee, was maar een grapje. Haha, hier, kom dan. Babab. Hadden mensen hier moeite mee? Ah, nu zijn je heels op. Zoiets gaat hij me echt nog one-shotten of zo. Kan goed zijn. Nope. Bap. Holy shit. Oh, ik was er niet ver vanaf. Stab him in zijn face. Ja. Got nothing on the sample text right now. Dropt hij iets? The Great Sword of Solitude. Oh, en zijn hele set. The Helm of Solitude, Armor of Solitude. The Gauntlets and the Greaves. Steel Great Sword wielded by the Knights of the Solitary Jail. Taught through a secret rite, they relinquish their hearts for heightened battle prowess. Next, they engrave their blades with two crests. One depicting the light of birth and the other solitude. Dus er is ook een... Nee, dit zijn twee crests, never mind. Ik dacht, er is ook een Great Sword of Light, maar nee. Ja, dan gaan we die andere bos ook eens zoeken, hè, jongens. De schorpioen, centipede, duizendpoot manneke. Waar ook veel mensen heel veel moeite mee hebben. Oh, wauw. Ik vergeet altijd hoe mooi dit spel is. Kijk hoe beautiful. Even mooi als sommige Pokémon-kaarten die ik heb. Dus, de volgende bos die wij gaan doen... Het is een beetje een rare video, jongens. Ik weet het. De volgende bos is Romina, Saint of the Bud. Dat is het schorpioenenmanneke. En ik heb de guide openstaan, want ik wil dat het redelijk snel gebeurt. Go to the Shadowkeep Storehouse. Zijn we hier al geweest, eigenlijk? Ik kan me niet herinneren dat we al op een lift hebben gestaan in de storehouse. Once you get off the elevator, take your right and keep moving until the first door appears on your left. Take the right. Until the first on your... Wat doet jij hier? Wat heb ik u misdaan? Ga dood, alsjeblieft. Be careful. A living jar is waiting there to ambush you. Ja, dat had ik misschien net ietsje eerder moeten lezen. Wall of sparks. Ja, geef maar aan mij. Jump down the balcony and keep moving forward. Dat zal hier zijn. Wauw, Elden Ring spelen met een guide is zo makkelijk. The Iris of Grace. Geef maar aan mij. Keep moving forward. Oké, fuck al die mannen die hier zijn. Fuck de items. Misschien is dat hier eigenlijk dat we die emote moeten doen. Oh. Keep moving forward. Kut, het is een nieuwe paragraaf. Er staan advertenties tussen. Nee! We gaan de rest blind doen, jongens. De rest gaat blind. Hier is het. Hier is een grace. En twee deuren. Moet hier zijn. Hierachter is de Romina, Saint of the Bud. Een somber smitting 9, dat is wel nice. Die dude in het rood, ja, die hebben we al zo vaak verslagen, jongens. Daar gaan we toch niet mee fighten? Nee. Nog een elevator, ja. Ik heb de guide gesloten, by the way, dus de rest is allemaal blind. En laat me mijn helm even terug opzetten, want ik voel dat ik heel veel damage meer neem. Ik heb het gevoel dat we juist zitten. Oh my god, dit is een tekening. Dit is een kunstwerk. Wat is dit? Ancient Ruins of Rau. Oh my god. Dit is amazing. Hier is de map. Ik zal het ook maar even aanduiden. Moesten we die vinden? Oh my god. Ik ga hier een beetje exploren. Ik wil weten wat hier allemaal te zien is. Nee. Oké. Oh, hallo. Hallo, ik ben Sampletext. Wat is jouw naam? Oké, dag. Wil je fighten? Ja? Okay. Oh, wow! Dat kan ik ook, hoor.
dropt je iets supercools. Nee, wat een beta-kuk. Is dat een bos? Is dat een bos? Grote wolf? Mini-bos. Oh, het is een hippo. Daar hebben we al een bos van verslagen, dus deze moet eigenlijk 10 keer zo makkelijk zijn, hè, jongens. En we kunnen op horse nu. De vorige bos konden we niet eens op horse doen. Maar, weet je wat, om het spannender te maken? Van dat paardje af. Slice, 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 en dice. En dodge. En dodge. En dodge. En dodge. En jump attack. En slap, 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 slice, slice. Kut. Wow, 0 damage. Wat een mogul. Wat een domme hippopotamus. Gewoon blijven slicen tot hem dood is. Ah ja, al die hippos, die moeten normaal gezien een Scattered Free Fragment droppen. Dus als we er nog een hippo tegenkomen, gewoon, die ga ik gewoon nakken. Gewoon afmaken. Ha, ha. Oh my god, mijn hart. Jesus. Wat als we nu gewoon het padje volgen? Komen we dan uit bij Romina? Oh, wow, wow, wow. Oh, nee, nee, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Nee, 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 nee. Ah, dat was een kotfragment. Nee, die droppen die shattered fragments. Nee. Eigenlijk wil ik wel doodgaan, dan kan ik die potshade terugkillen. Boys, scorpioenen, doe je ding. Ik moet dood. Ik wil niet terug respawnen. Ik heb toch geen runes. Doe het een beetje snel. Doe het een beetje door. Zwakke mensen. Dank u. Dat is een gewone shade. Dat zijn ook gewone shades. Daar is hem. Pak hem bij zijn nek. Ik mis alles. Geef me die. Revered Spirit Ash. Oké, ook goed. Dan hebben we hier nog eentje, die zal niks droppen. Inderdaad, niks teruggegaan. Was niet in een scattered tree fragment. Godverdomme, voor niks helemaal dood gegaan door deze stomme schorpioenen mannetjes. Half uur duurt niks. Item P. Oh, Shadow Realm Rune, nice. Oh my god, where are we boys? Slakken. Gigantische slakken, Afrikaanse slak, jongens. Dat zijn volgens mij de grootste slakken ter wereld. Afrikaanse is nog iets slak. Waar zijn we nu? Dat is een dude, dat is een enemy. Hij is wel lief, hij doet niks. Ja, is goed. Ja, als hij niks doet, dan gaan we er ook niet op in. Hè? Zo ben ik nu eenmaal. Hè? Als ze mij niet als eerste aanvallen, dan doe ik ook gewoon niks hoor. Skyder 3. Let's go! Skyder 3? Nee. Oh, jammer. En? Message from Leda. Dane passed on a message. The sealing tree is in the ancient ruins of Rao. It lies beyond the high bridge leading from the first floor of the storehouse. I will join you there once I have finished the task at hand. De Grace wijst naar beneden. Dan gaan wij naar beneden. Alleen, hoe gaan we naar beneden? Is de vraag. Oh my god. Please. Hier kunnen we, boys. Altijd als die grote boys op mijn scherm komen, dan lijkt mijn spel super hard. Dat vind ik niet leuk. Als ik iets beter mogen optimizen. Can you stop lagging my game, please? 20 fps minder dan normaal. Super leuk. Waar zou de bos zijn? Hier in de buurt? Hier ergens? Misschien zo? Misschien zo? Of misschien hier langsboven zo? Jesus Christ, het spel is ook zo groot! Zo huge! En er staat ook zo geen pijl boven mijn kop van, hey, ga hier naartoe. Hey, nee. Nee. Wees een beetje braaf. Oh shit, one shockwave. Ah, maar ik gewoon die. Ik wil gewoon de item. Ik wil niet fighten. Ik ben niet agressief. Violence is not the option, boys.
wel dus nooit de oplossing. Denk eraan, als je mij denkt. River Spirit Ash. Oké. Was het totaal niet waard eigenlijk. Daar. Een cave met vuur. Dat wil duidelijk zeggen, dit is the way. Oh my... Nee, dit zijn de ergste mannen in heel de game. No! Lopen, torrent, lopen. Don't look back. Just go. Just go. Gewoon hier. Lift, lift. Oh my god. Oh my god, jongens, dat is het. Dat is het. Dit is het. De boss van vandaag. Romina, Saint of the Butt. Heeft hij een coole cutscene? Oh, wow, 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 oh my god. Ben aan naar binnen gegaan zonder... Zonder te healen. Dus jongens, wat denken jullie? First try? Second try? Place your bets? Romina? Saint of the Butt? Nope. Nope. Kut. Ah, kut. Ah, kut. Oh my... Hij is insane. Hij is insane. Schorpioenenmanneke is insane. En nu ga ik agressief doen. Ba 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 ba. En bab bab bab. Nope. Nope. Miss. En slap slap. Goed. Oh! Jeez. Mag ik... Ah! Jesus, Jesus, chill, 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 chill. What? Dat was geen first try. Dat was ook, dat gaat ook geen second try worden. Nee, dat wordt een 15 tries. Ik heb die Earth Trees Favor gepakt. Of dat veel gaat helpen, weet ik niet. Waarschijnlijk niet, want ik ken zijn moves totaal nog niet. Maar, no, we learning. Ja, ik ben een slechte leraar. Leerling. Haha. Haha. En slap, slap, slice, slice. En nope. En fire damage. Je moet sowieso weak zijn tegen fire, sowieso. Nope. En nope. Kut. Nee, nee, nee. Slice him. Slice and dice him. En jump attack. En slice, slice, slice. Gewoon gaan, gewoon gaan, gewoon gaan. Kut. Oh, hij mist. Hij mist. Wow, wat een loser. Wat een loser, die Romina. Oh, hij raakt me niet eens. Hij raakt me niet eens. Wat een amateur, die bos. Hij kan het niet. Oké, ik ga dit doen voor de zekerheid. Hé, hey, kut. Ah, ik heb die andere... Ik heb verkeerde mix. Ik heb de verkeerde mix gepakt. Nee. En slice, slice, slice. Oh my god. Oh, spaar van god. Holy shit. Wat is dit? Wat gebeurt er? Bloemen? Vlinders? Vlinders? Oké, okay, vlinders. Nee. Slice, slap en slap. Die Scarlet doet echt heel veel damage. Nee. Ah, kut. En kut. Heel easy. Slap, 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 slap. Nog een hele keer. En nee. En nee. En gewoon gaan. En nee. En nee. En hij mist, oké, fine. Gewoon gaan. En nee. Nee. Slap, slap. Ik heb geen stamina. Oh shit, man. Ah, vlinders! Nee, ik haat vlinders. Fuck vlinders. Gaan. Gaan met die banaan. Gaan met die banaan, jongen. Gaan met die banaan. Ah, ah, ah. Stop. Nee, stop met rollen. Rollen is... Nee. Ik heb PTSD van Godskin Duo. Out of this. Godverdomme heeft me nog geraakt. Nee, dit kunnen we. Dit is te doen. Dit is echt te doen. Als ik heel agressief ben, is het zeker te doen. En als hij veel dingen mist... Daar heb ik wel schrik van. Out of the vlindertjes. Dan moet ik hem... Dat
Dodgic. Dodgic niet. Dodgic wel, want ik ben een god gamer. Ja, godverdomme. Nee. Godverdomme. Gaan. 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 En dodge. En heal. Oké, dat is nog altijd doenbaar. Nog altijd doenbaar. Ik moet gewoon niet doodgaan door Scarlet Rot. En ik moet alles raken. Gewoon alles raken. Alles raken. Alles raken. Alles raken. Oh, second try. Second try. Oh. Ja, boys. I mean. Ik ben gewoon een gamer, boys. Ik ben gewoon een gamer. Ik ben gewoon fucking gamer. Ik ben gewoon een gamer, boys. Echte gamers. Echte gamer. Oh, god. Gamer sample text on your screen. Huh. By the way, check mijn held. Maar ja, dames en heren, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd vandaag. Deze recording, 3 kwartiertjes, wow. Dit gaat een korte video zijn. Dit gaat een hele korte video zijn, jongens en meisjes. Maar dames en heren, hebben jullie genoten van de video? Laat dan een like achter. Abonneer gerust. Dan zie ik jullie misschien in de volgende. Ciao.